Als N-VA hebben wij ondertussen al enkele jaren de goede gewoonte om met de publicatie van stevige themadossiers regelmatig de politieke waan van de dag te overstijgen. En nu dus ook over haar beleidsvoorstellen met betrekking tot personen met een beperking. We hebben vandaag onze brochure rond personen met een beperking voorgesteld. Het is al enkele keren dat wij als N-VA gezorgd hebben voor inhoud en dat we op lange termijn onze visie vormgeven in een brochure. En vandaag hebben we die rond personen met een beperking voorgesteld. Als een rolstoelgebruiker bijvoorbeeld de bus niet kan nemen, als hij geen wagen heeft, hoe kan hij dan gaan werken? Hoe kan hij dan naar de film? Hij raakt op die manier echt in een sociaal isolement. Personen met een beperking worden vandaag de dag met heel wat problemen geconfronteerd. Wij hebben een analyse gemaakt, we hebben alle knelpunten op een rijtje gezet. Ook de aanpak van N-VA hebben we uitgeschreven in onze brochure. Maar ik denk dat de belangrijkste vandaag de dag zijn dat personen met een beperking echt recht hebben op zorg en dat die zorg ook op maat moet zijn. Een eerste N-VA-voorstel is dat we gaan voor een grote dienstonderzoek. Dit moet komaf maken met het feit dat er te veel medische controlediensten en multidisciplinaire teams zijn. Wat wij vandaag de dag voorstellen is dat er een persoonlijk ondersteuningsbudget komt. Iedere persoon krijgt een budget op maat en daarvoor gaat hij eerst naar één dienstonderzoek, waarbij dat de zorg bepaald wordt die de persoon nodig heeft. En dan gaat men samen met de dienstondersteuning gaat men dan ervoor zorgen dat die persoon ook zorg op maat krijgt. Daarnaast willen wij ook de tegemoetkomingen voor personen met een beperking gaan moderniseren. Dat wil zeggen dat uitkeringen samen kunnen gecombineerd worden met een inkomen uit arbeid. Vandaag de dag is het heel moeilijk voor personen met een beperking om daadwerkelijk te gaan werken. Het is soms interessanter om thuis te blijven dan te gaan werken. En daarnaast is het voor ons ook essentieel dat alles veel eenvoudiger en efficiënter wordt voor de personen met een beperking. Nu moeten ze echt wel verschillende instanties raadplegen, moeten zij verschillende attesten verzamelen om toch maar hun tegemoetkoming te krijgen of de ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben. Dit moet allemaal veel korter, er moeten korte procedures komen en eenvoudige procedures. En alles moet voor ons ook gedigitaliseerd worden, dus geen papierwerk meer voor mensen met een beperking. Ik ben Fried Ringoot en ik ben geboren, dus 1666, en ik woon in Breugelhof nummer 6. Geen grap. En ik ben de zesde van 6 kinderen. En aan mijn rechtervoet heb ik... Nee, je moet niet overdrijven, ook niet, hè. Dat zal er wat over zijn, weet je niet? Ja. De N-VA wil de samenhorigheid versterken, onze gemeenschap versterken, door verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar. Iedereen met een beperking willen wij een helpende hand reiken. Ik nodig u dus uit om te drinken op een toekomst van verandering voor vooruitgang en een toekomst waarin een beperking geen handicap is. Ik dank u zeer.